We kwamen bij Feyenoord en ik vond Leo Beenhakker best wel losjes. Ja, relaxed. En wij als groep, we gingen op trainingskamp. En eigenlijk was ik altijd heel serieus, maar ik ging de eerste avond al met Bosveld, Power van Gastel gingen we op stap stiekem. En ik weet nog wel, wat de diverse trucs. We gingen een trainingspak naar buiten en we hadden onze stapkleding daaronder al aan. Ik heb ook nog wel een tasje met Patrick Power meegenomen die we dan onder de struiken verstopten daar in de tuin. En één avond, weet ik nog wel, waren we naar buiten geglipt en opeens zagen we de auto van Beenhakker aankomen, de Mercedes. Ik dacht, shit, shit, shit. Raampje had hij open en zag zo die grijze sigaartje, de rook zo uit zijn raampje. En wij in die tuin liggen, dat vlak langs die weg. En ik dacht dat hij toen niks door had. Ja, je voelt het. Je krijgt signalen. Zo in de loop van het eind van zo'n dag dan ga je eten en dan... Je voelt het, je ziet het, je merkt het, ja. Nou, wij daarna de stad in en eigenlijk elke avond wel op stap geweest. Alleen ja, we namen ook wel een drankje. En toen merkte ik wel een keer op een morgen, waren we aan het inlopen, zo in de breedte van het veld. En Henk Vos, die had een kegel staan, nou iedereen rook hem. En Leo, die liep zo van de ene zijlijn naar de andere zijlijn over de middenlijn. En volgens mij zat hij zo... Zo die hele lijn volgens mij snuffelen van, hey, ruik ik drank ergens? Ja, volgens mij had hij het allemaal door. Maar hij zei niks. Ik heb maar 6 jaar MAVO, zo bij dan ben ik niet. Maar ik ben ook een Rotterdamse jongen, ik weet hoe het werkt. En ja, dan weet ik het. En dan vind ik het alleen maar goed dat ze dus dan echt met elkaar, niet 1 of 2 gluiperen. Nee, maar dan echt met elkaar een keertje ervoor gaan in zo'n trainingskamp. En als je dan ziet de andere morgen, dat niemand zeurt, niemand zeikt... Ze hebben nog steeds na plezier, zeg ik dan maar. Maar ze gaan als de brandweer over dat trainingsveld. Daar kan geen training tegenop, zeg ik dan. Dan zeg ik, oké.